Hoppakee, kijk, dat leuk. Dan zie je een beetje van het plan. Oh, mensen, sorry. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Het heeft even geduurd. Ik heb gewoon even niet zoveel tijd gehad om dit te spelen. Maar ik heb al stiekem wat doorgebouwd. Ik heb namelijk een heel klein stukje Main Street af nu. En ja, we gaan eigenlijk door naar het intro. Ja. Oké, people, let's go to work. Ja, en een rollercoaster. Ik was eigenlijk bezig met het idee om een soort van Disney-achtig pretpark te bouwen. En dat ga ik ook proberen. Ik wil wel weer een unieke draai aan geven. Dus dat je niet denkt van, Vincent lijkt totaal niet op Disneyland, zeg maar. En dat wil ik hierbij even mededelen. Dat wordt het dus ook niet. Zo, ik maak dit even lekker vol met pad. En dit is dus een entree. Dit zijn allemaal, dit heb ik niet zelf gebouwd. Dat wil ik eerst zeggen. Dit heb ik niet zelf gebouwd. Dit zijn gewoon objecten die je kon downloaden. En die kon ik gewoon in de mapkaart zetten. Maar ik wil, daarom heb ik dat eigenlijk niet laten zien dat ik dit heb geplaatst. Ik laat wel zien dat ik gewoon verder bouw aan dit park. Nou, dit is dus een klein entreetje waar je doorheen loopt. Gewoon een leuk onderdoorsplekje. En ik wou hier een paar bloemetjes neerzetten. Een beetje decoreren met groen, met plantjes. Ik ga eens kijken, wat hebben we allemaal voor dingetjes. Ik pak eerst even de boompjes. Want de boompjes die geven mij altijd wel een bomerig gevoel. Kijk. Ik plaats hier gewoon een paar van die boompjes. Oh, en ik klik mijn venster weg. Dat komt omdat ik niet fullscreen speel, hè. Zo, en hier nog een paar. En dan pakken we ook de middelhulst. Die moet daar ook bij. Dat zijn een beetje van die kleurrijke bomen. Daar ben ik altijd wel blij mee. Bomen word je ook gewoon blij van. En ik ga ook nog eens weer even de kleine hulst pakken. Dat vind ik ook een boom die nooit mag ontbreken bij Rollercoaster Tycoon. Zo, die plaatsen ook een paar van. Huppakee, niet te veel. We doen niet te gek. En de kleine lindenboom, dat is ook eentje die echt niet mag ontbreken. Als je een bosje gaat maken of iets dergelijken. Zo. Kijk, dit ziet er al goed uit. Al. We hebben al een beetje natuur nu. Ik wil hier nog van die... Weer van die wat ik eerder heb gedaan. Jullie weten het vast wel. Van die struikjes. Even kijken. Ik zit te kijken hoor. Niet afleiden. Vines. Zie je, dat zijn die vines die ik af en toe achter de raampjes plak. Dat is best wel mooi. Deze kleine heg. Die maakt het gewoon af. Kijk, dan kunnen we namelijk mooi die paden aan de zijkant afronden. Zo. Het maakt het wat mooi af, vind ik. Zo. Hoppakee, en doen we ook aan de andere kant. Woep. Ja, ik neem jullie mee hoor. Ik hoor één, hoorde je dat? Zo. En die mensen, het is ook nog niet af. Ik weet dat ik nog wel wat dingen moet afbouwen. Kijk, ik moet namelijk dit hele stuk hier nog. Hier moet ik aanbouwen, nog hier, de onderkant. Dat kan ik met de Main Street set doen op zich. En even kijken, ik had hier nog wat dingen niet afgewerkt, hier. Maar hier doe ik nu een struikje voor. En kan ik er nog één plaatsen? Ik denk het niet, nee. Kijk, hadden we nog zo'n leeg plekje? Volgens mij hier, ja. Maar dan wil ik nog een stuk pad doen. Dit maak ik trouwens dicht. Even wachten hoor. Main Street. Dan pakken wij de Shy Guy Main Street. Dat is de beste. Althans, daar maak je zo'n hele Main Street mee. En dan maak ik gewoon even... Even kijken, een deurtje kan ik trouwens in doen. Dat kan ik trouwens... Dus kan ik wel hier doen, op zich. Deze moet ik hebben. Zo. Ik zou hem op zich wel kunnen kanten, denk ik. Nee, ik moet hem echt zo plaatsen. Scheisse. Waar is een muurtje? Hebben we nog een muurtje hier? Een mooie muur in aanbieding, mensen. Ik zoek een mooie muur. Oh, dit is ook zo'n leuk plantenbakkie. Daar plaatsen ze ook een paar van, hoor, dadelijk. Even kijken of we nog meer plekken hebben hier in die hoek. Wil ik er ook in plaatsen, zo. En ik denk dat die hier ook wel heel mooi zou passen. En ja, oké. Okay. Ik heb er gewoon een paar geplaatst. Daar gaan we dadelijk wat tulpen in doen, als het kan. Die muur moeten we nog even doen. Ik weet ook niet hoe je hem duplicate. Scrollen, we moeten een andere pack openen. Even kijken, dat zijn de paden, meer paden gericht. Dan hebben we nog de Shy Guy Main Street 1. We kunnen wel een hele leuke Disney foto neerzetten op zich. Dat ziet er ook heel leuk uit. En dan kunnen we dat blokkeren met een onderkant. Zo. Ja, nou dat ziet er ook leuk uit. En dan wil ik daar in dat hoekje wil ik nog wel een plantje plaatsen. Flowers. Schattig.
Oh, dan bedek je alles. Zag je dat? Die gaan we niet doen. En die, ja, die bedekt ook wel wat. Laten we gewoon de tulpjes pakken. Hier, gewoon een rode tulp. Gewoon makkelijk, huppakee in de hoek. En dan zet ik die ook gelijk hier neer. Dat gaat dus niet. Dus dan hebben we speciale planten weer nodig voor die, denk ik. Ja, dat gaat weer niet. Jammer dit. Jammer, jammer, jammer. Ik sla mijn spel weer op. Forrest Gump heet het. Ik weet dat het nog niet echt de officiële naam is. En je kan trouwens wat eten bestellen daar. Daar moet ik nog even achter, moet ik het verder even inrichten nog met paden. Hier kom je binnen en het leek me leuk om even kijken dat we hier even de eerste attractie neerzetten. Misschien wel leuk. Dit pad moet breder worden. We kunnen hem ook een beetje afslanken. En dat kan je doen door zo te doen. Dat zou nog best wel kunnen zo. Ik vind dat er nog leuk uitzien. Zo, dan maak ik het even dit ook helemaal vol. We zouden hem ook wat kleiner kunnen maken. Misschien nog wel het pad iets dunner. Hij is wel heel breed, hè? En dan moet je weer zo'n plein maken, weet je wel. Dan moet het weer gaan splitsen naar bepaalde delen. Het kasteel gaan we niet maken. Dat kan ik je vast zeggen. Het wordt natuurlijk een eigen ideeënpark. Dus het lijkt me leuk om hier midden misschien al een attractie neer te zetten. Dan moet ik even kijken hoe dat uitpakt. En dan gaan we gewoon even kijken welke attractie wij best hier kunnen neerzetten. Eens even kijken, even loeren. Wat hebben we allemaal in de aanbieding? Bioscoop zie ik. Ik zie een leuke dino. Wat is dit nou weer? Nocturus House. Oké, wat grappig. Ik heb dat serieus nog niet echt gezien, geloof ik, in Rollercoaster. Of het zijn gedownload objecten, of het is iets. Dit is ook nieuw. John's Hopper. Leuk, hè? Ja, ik heb wat nieuwe attracties gedownload, blijkbaar. En ik wist daar eigenlijk niks van. Dat zie ik eigenlijk nu voor het eerst. Ik zou op zich de draaimolen kunnen neerzetten, of het de Ferris Wheel. Die doen dat altijd wel goed, denk ik. Het is wel echt een biggie. Maar het staat wel heel erg leuk altijd bij pretparken, vind ik. Agree? Is er nou geen midden? Er is geen midden! Wat? Ben je dit? Oké, er is geen midden, helaas. We moeten het er maar mee doen. En wat is het leuker dan gewoon onder dat reuzenrot door te gaan? Kijk, hier maken we het gewoon hier helemaal een pad. En die gaat gewoon eronder door. Dat lijkt me wel het leukst. Zo. En dan moet je eigenlijk, in het midden moet je eigenlijk een opening laten voor de ondersteuning. Zo. Is dat het midden? Niet dat ik weet. Dit is het midden. Even pielenmousen. Zo. En waar is die ondersteuning hier dan? Oh, wacht, die staat hier natuurlijk. Hoppakee. Nou, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Dan kunnen we dit trouwens wel dichtgooien. Zo, laten we dit doorgaan zo. En dan hier kan je opsplitsen. Hier maken we dan een ja, van links of rechts. Zo. Ik doe het net als in Disneycraft eigenlijk, met de paden. Hoe we ook eigenlijk bouwen, op die manier. Ja, dan weet je ook gelijk de secret. Nou, is geen secret. Oké, tof. Dan gaan we daar ook weer van die hegjes omheen plaatsen en bankjes. Ik vind altijd de afwerking en dat belangrijk bij een rollercoaster. En trouwens, sorry, het spijt me dat het even heeft geduurd. Het is gewoon echt lang geleden dat we rollercoaster hebben gedaan. Ik ben natuurlijk volop bezig met Rollercoaster Tycoon 1. En dat is echt zo verslavend bouwen. Omdat het eigenlijk, ja, ik probeer die missies te doen. En vroeger heb ik dat wel gedaan, die missies. Maar ook niet zo vaak, hoor. Ik deed meestal gewoon random bouwen en voor de mooierheid bouwen. En niet eigenlijk voor de missies. Maar ja, als ik die missies wel weer speel, heb ik wel weer het gevoel van, dat heb ik vroeger wel, ja, geprobeerd. En soms faalde ik ook. En dan ben je gewoon 3 uur bezig met een park. En dan haal je het level gewoon niet. En dat is het nadeel van rollercoaster. Je kan het ook keihard falen, dat level. Nou, dat gaat wel lekker zo, joh. Ja, mensen, je moet gewoon echt van die paden even een beetje afwerken. En dat kan je het beste doen door gewoon lekker van die boompjes neer te doen. En zodra we ongeveer de eerste 3-4 attracties hebben, wil ik eigenlijk wel de bezoekers binnenlaten in het park. Het leukste is natuurlijk als we natuurlijk, kijk, die Main Street die we in het begin hebben gemaakt, die hebben natuurlijk geen kraampjes binnenin. Dus
Ja, het is eigenlijk nutteloos wat je daar binnen kan vinden. Gewoon helemaal niks. Gewoon helemaal niks. Kijk, dit waren al die gebouwen die ik er nu laat zien. En die heb ik gewoon uitgekozen. En eigenlijk heel vaak ook moeten verwijderen als ik het niet, als het me niet zinde. Zo. Hier plaatsen we ook wat boompjes. Hoppakee. Nou, dat is gelijk opgevuld hier. En die doen we hier tussen als het kan. Kan dat? Ja, dat kan toch. Ja, hoppakee. Hij past er gewoon tussen, hè. Niks te zeuren, niks te malen. Ja, daar zo. Hoppakee. Nou, kijk eens. We hebben al gelijk allemaal bomen. Dit is al gelijk een park aan het worden, dit. Dat was ook een beetje de bedoeling. Oh, prullenbakken! Main Street USA prullenbakjes. Kunnen we dit kopiëren? Ik vind het jammer dat ik dit nooit kan. Je kan zo... Oh, dat wist ik niet. Je kan zo eens kijken. Laatste keer geleegd. Je kan kijken hoeveel die gevuld is, die prullenbak. Dat heb ik serieus nog nooit gezien. Opslaan. Wauw. Dat wist ik echt niet. Kun je nagaan. Ik ben gewoon zo lang... Een rollercoaster speler. En ik wist nog niet eens dat je dat kan zien, dat prullenbakjes zijn gevuld. Echt te gek. Ik wil kijken of ik ze kan bouwen. Staan ze ook bij dan? Van die echte USA prullenbakjes. Wel zeg maar trash benches. Zijn dat boomstammetjes? Oh, daar kun je op zitten. Oh, wat schattig. Boomstammetjes. Maar wij gebruiken eventjes van die hele droge bankjes. Ik vind die trouwens best wel netjes hoor, die bankjes. Helemaal niks op aan te merken hoor. Daar kunnen we al wat hele leuke dingen van maken hoor. Vooral tegen die huisjes aan, die prullenbakjes. Dat is, of die, die bankjes tegen een prullenbakje. Hier zo ook. Kan jij loeren wie er allemaal binnenkomen? En hier tegenaan ook. En dit is allemaal open, dat moet ik nog bouwen. Even kijken hoor. En hier moet ook een bankje. Waarom kan hier dan weer geen bankje staan? What's the problem? Hier dan wel. Zo. Hoppakee. Plop, plop en plop. Zo, hoppakee. Dat ziet al leuk gevuld uit. Dan pak ik ook altijd meestal de prullenbakjes. Of de lantaarnpaaltjes. En dan pak ik altijd de parklamp voor paden. Dat is gewoon standaard de paal. Standaard de lantaarnpaal voor een rollercoaster. Ziet er gewoon goed uit. Gewoon standaard. Het is gewoon standaard. Standaard is gewoon goed. Als het gewoon goed is, dan moet je het gewoon neerzetten. Niet treuzelen. Nou, dat is leuk. Dan hebben we wel in ieder geval die paadjes een beetje gevuld. Super tof. Nou, mensen komen hier doorheen. We kunnen trouwens die tonnetjes kunnen we nog wat uitbreiden. Die staan hier natuurlijk binnenin. Maar we zouden ook kunnen zeggen van... We pakken de... helemaal onderscrollen. De catfish cove. En dan pak ik gewoon nog meer van die prullen. Van die... Die zet ik gewoon hier langs de kant, aan de zijkant. Dat is misschien ook wel leuk. Of misschien staan er hier nog wel een paar zo. Hè? Dat kan, hè? Dat gewoon... En hier staan nog twee op elkaar gestapeld, hè? Zo, kijk eens. Er staan nog meer tonnetjes daar. En aan de achterkant, misschien ook zijde als hij... Hier natuurlijk ook moet ook nog wat staan zo. En een paar op elkaar. En een paar... Even kijken hoor. Dan plaatsen we hier nog een paar. Aan de zijkant zo. Dat is wel echt schattig. En hier voor de deur. Gewoon voor de deur een paar van die tonnetjes. Doe maar eens gek, joh. We doen het gewoon. Nou, even kijken. Kunnen die mensen kunnen ook gewoon hier doorheen lopen? Dan maak je gewoon een pad door dat ding heen. Ja, dat kan ook. Ze kunnen ook gewoon daarheen. Super tof. Super mooi. Oké. Okay. Nou, dat is gaaf. Ferris wheel gaan we afwerken. Die hebben we natuurlijk neergezet. Die moeten wel een ingangetje hebben en zo. En dat mist nog een beetje. Dus ik ga eens even kijken waar we dat ingangetje het beste kunnen plaatsen. Ik heb hier een onzichtbare ingang. Is op zich wel realistisch, maar we doen het gewoon even origineel. Zodat ik even weet van waar de uitgang en de ingang zit. Dan is het altijd lastig om even een ingangje te maken. Maar ik denk dat ik het wel wat leuker ga doen. Even kijken naar de mensen. Zo. Het ziet er nou nog saai uit. Maar ik ga het proberen om het wat minder saai te maken. Ik pak gewoon zo'n huisje. Even kijken. Ga ik gewoon kijken hoe dat eruit ziet. Als ik zo'n mainstream huisje pak. Want er zijn ook huisjes gebouwd van tevoren. Even kijken hoor. House. Ik weet ook niet hoe het eruit ziet. Ik weet echt niet wat ik moet voorstellen. Maar ik wil gewoon eens kijken hoe dat eruit ziet. Ik denk dat we hier wel wat mee kunnen, denk ik. Ik weet ook niet goed wat de voorkant is. Ik denk dat. Nou, kijk. Nou, dat ziet toch hartstikke leuk uit zo. Ja, misschien het is een beetje een standaard huisje misschien. Maar ja, het heeft wel een soort decorachtig dat je wel erin gaat. En als we dan
Even kijken, je kan namelijk die paaltjes weghalen. Kijk. Even kijken hoor, hoe deden we dat? Kijk, je kan namelijk. Moet ik even loeren. Ik denk. God, hoe deed ik dat nou ook alweer? Je kon namelijk. Dit hier, van de Main Street of van de wachtrij, kon je wat aanpassen. Dat je dit bordje niet had. Even loeren. Laat me even loeren. Deze, dat was hem. Kijk. En nou zie je dus, oh, dat gangpad is ook zo lelijk als de pest. Daar zou je nog niet gevonden willen worden, weet je wel. Want dat je gewoon schaamt dat je er overheen loopt. Ik maak het gewoon geel, een beetje apart, opvallend. En ik doe het een beetje rood in terug laten komen. En even kijken. Dan zouden we dit pad. Het zou leuk zijn als dit natuurlijk ook die kleur krijgt. Wat? Heb ik de verkeerde pad gepakt? Wat? Oh, het wordt ineens oranje. Oké. Ziet er goed uit. Not. Nou, dan maken we daar aan de andere kant maken we ook zo'n huisje. En dan kunnen we daar wat huisjes maken met... Ik plaats gewoon nog een huisje. Ik bedoel, we moeten het wel een beetje afmaken, hè. Het is niet zo van, ja, we bouwen maar weer wat. We moeten wel even wat leuks maken. Nou, we gaan nog eens kijken bij de huisjes. We hebben nog meer huisjes namelijk hier in petto. Ik ga het even zoeken, want dit zijn de Main Street huisjes. En we hebben ook gewoon de houses. En dit ziet ook heel schattig uit. Is een wat groot huisje, maar is wel echt een juweeltje. Kijk wat de voorkant is. Kijk, dit is wel mooi de voorkant, hè. Had ik bijna gewoon de verkeerde geplaatst. En die heeft ook een beetje die stijl van dat huisje. Zo, we gaan er nog een plaatsen. Het beste kan ik hier misschien house intypen. Nee, dat gaat ook niet. Ik moet echt elke keer scrollen helaas. Nou, dat zijn erge dingen. Nou, kijk eens jongens, dit past precies. Kan ik hier nog wat gras doen? Nou kijk, zo kan je natuurlijk ook iets bouwen. Ik weet dat het... Ik kan je eerlijk zeggen, het kost te veel tijd als ik dit handmatig allemaal moet bouwen met de hand. Ja, anders heet het niet handmatig natuurlijk. Maar dat kost gewoon te veel tijd. En ik denk dat, ja, dat jullie het vast niet erg vinden als ik gewoon probeer om zo mooi mogelijk park in elkaar te zetten. En dat jullie niet erg vinden dat ik gewoon even op die manier even wat... ja, want bij rollercoaster heb je ook vaak van die huisjes die je gewoon kant-en-klaar hebt. Ja, toch? Nee, maar anders worden de video's te lang en ik wil gewoon een leuk pretpark maken samen met jullie. En dat moet goed komen op deze manier. Ik pak de gele struik. Die plaatsen we daar. En nu gaan we natuurlijk even kijken. Ik wil dat leuk maken. Kijk, nu ga je natuurlijk achter de Main Street huisjes langs. Dat ziet er ook leuk uit, want dan heb je dit ook een soort van gethematiseerd. Dus ik ga nog even kijken of we hier naast nog een huisje kunnen maken. Even kijken, wat hebben we nog meer? Huisjes. De house. Hier, kijk eens. Hier hebben we ook een heel leuk huisje. Ik weet niet hoe dat in elkaar zit. Maar het ziet er ook heel leuk uit. Althans, ik vind het heel leuk uitzien. En ik denk dat dit wel moet lukken. Ik denk dat ik... Oh shit, ik moet de details nog gaan doen, zie je? Sommige huisjes hebben die details niet. Hij heeft zelfs geen dak. Dus dat moet ik even handmatig aan toebouwen nog. Dat kunnen we ook doen hoor, dat is geen punt. Gewoon een dakje erop. Dit klopt ook niet. Zo. We hebben wel in ieder geval de basis. En dat ziet er leuk uit. Pak nog één huisje. Even kijken, heel klein. Ik denk deze. Of zo, even kijken hoor. De blauwe doen. Kijk, dat is gewoon één dingetje joh. Oh, wat schattig. Twee naast elkaar. YOLO. Zo. Wat leuk die één. Dit vind ik zo'n leuke schattige huisjes. Moet je kijken. Misschien kunnen we nog zo'n huisje ergens in de Main Street zetten. Even kijken hoor. Misschien is er nog wel plek voor. Ik denk het niet hoor. Ja, je zou hem daar hebben, maar daar heb je geen dieptes. Kijk hoor. Nee. Ja, op zich zou ik hem daar eentje neer kunnen zetten nog. Ik vind het echt heel schattig die. Dan, ik ja, dat is ook leuk bouwen. Op zich. House.
Hausje, hausje, hausje. 2x2. Oh, wauw. Die ziet er echt heel prachtig uit. Ik denk dat die daarin zet, hoor. Zo, kijk eens wat mooi huisje. Nou, dat ziet er hartstikke leuk uit. Ik moet dit toch wel afwerken hier zo. En dit moet ik afwerken. Nou, dit ziet er al leuk uit. Mensen, ik vind het wel weer welletjes voor vandaag. Ik denk dat ik alleen dit pad nog even ga afwerken. Ik vind het raar dat die kleuren zo zijn veranderd in één keer. Dat snap ik gewoon niet. Bosje, bosje, bosje. Waar sta je? De heg moeten we hebben, de heg. Zo, die bouwen we hier zo langs. Oh, maar dan haalt hij wel die pilaar weg. Dus dan moeten we dat beter even met andere objecten gaan doen. Oké, dat doen we dan later eventjes. Nou mensen, dit was de kleine Main Street die we hebben afgebouwd. En dit ziet er al completer uit. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. En tot de volgende keer, dan gaan we verder met dit pretpark.